De voorlichtingsdag van de Rijksuniversiteit is ook dit jaar weer druk bezocht. In totaal kwamen vandaag tussen de 4.000 en 5.000 jongeren naar Groningen om zich te oriënteren op het studieaanbod van de RUG. In bioscoop Pathé, het Harmoniecomplex en het academiegebouw werden jongeren door lezingen en door een informatiemarkt enthousiast gemaakt om in Groningen te gaan studeren. Neem je vandaag ook gelijk de beslissing of je hier gaat studeren? Nee, ik denk het niet. Ik wil ook nog wel een andere open dagen toe en andere studies kijken. Maar ik vind het tot nu toe al wel heel leuk. De voorlichtingsdag is voor de Rijksuniversiteit een prima manier om zich te presenteren aan de jeugd. Er is geen betere kennismaking dan dat ze ook echt gewoon komen kijken hoe we hier zitten. En de sfeer proeven, de gebouwen zien en de docenten horen waar ze misschien in de toekomst college van krijgen. En vaak horen we achteraf van mensen die bij ons komen studeren dat de voorlichtingsdag toch wel doorslaggevend is geweest voor hun beslissing om hier te komen studeren. Hoe probeert u vandaag de jongeren te binden? Ja, door serieuze informatie te geven. We leggen het accent vandaag niet op allerlei vertier eromheen. Het gaat echt om de voorlichting van de opleidingen. Maar wat is nou voor de toekomstige studenten een reden om voor Groningen te kiezen? Veel positieve verhalen gehoord. En ik heb al veel familie en vrienden in Groningen wonen, dus ik denk, laat ik hem even kijken. Want het is misschien wel een potentiële universiteit om naartoe te gaan. En dat geldt voor jou hetzelfde? Ja, mijn zus heeft hier ook gezeten, dus die heeft ook veel positiefs verteld. Lijkt me wel een mooie stad. Positief over de stad of ook positief over de universiteit? Allebei. Over het studentenleven natuurlijk, schijnt die goed te zijn in Groningen. Maar de universiteit staat ook, een leuke universiteit of opleidingen, economische, et cetera. Dus, daar. Weet je al welke richting je wil gaan studeren? Waarschijnlijk wel iets economisch, dus van bedrijfskunde of economie, management. Die kant gaat het wel op, denk ik.